Eva van der Plas, BBB. Dank u wel. Inderdaad al even over de impact assessments. Dan pak ik even het PBL-rapport uit 2019 bijvoorbeeld erbij. En daar staat bijvoorbeeld in... Klimaatakkoord bevat nog geen concrete infrastructuurplannen en projecten. Alleen verkenningen, strategieën en visieontwikkelingen. Tegenvallers bij infrastructuurprojecten zijn niet uit te sluiten, zei het PBL in 2019. En dit is een risico voor de tijdige uitvoering van maatregelen die daarvan afhankelijk zijn. Specifieke aandacht is daarvoor nodig. Op korte termijn, anders lukt het niet om de doelen van 2030 te halen. Dat schreef het PBL in 2019. Vervolgens heb ik gekeken naar het advies van het PBL in 2022, nog niet zo lang geleden uitgekomen, in de klimaat- en energieverkenning volgens mij, staat dat zowel voor afname als invoeding kleurt de capaciteitskaart in grote delen van het land rood of oranje. Het bouwen van hoogspanningsstations, dat duurt jaren. Nou, aantal oorzaken, stikstofcrisis, tekort aan personeel, tekort aan materieel. En wat daar dan ook wordt aangegeven, de netten zullen de komende 10 jaar de toename van het elektriciteitsgebruik en productie niet kunnen bijhouden. Of met moeite kunnen bijhouden. Maar er zit 3 jaar tussen. En nu, eigenlijk wordt hier gesteld, eigenlijk zijn dit al de gevolgen van waarvoor in 2019 werd gewaarschuwd. En dat was eigenlijk een beetje mijn punt gisteren. Wat doen we dan precies? Hoe wordt daar dan mee omgegaan? Want je kunt ook zeggen, en ik snap ook wel hier in de linkse hoek, zeg maar, voor mij rechts, voor de minister links en voor half Nederland links trouwens, heel Nederland. Maar goed, ik daal weer af. Dat snap ik wel, dat die dus heel erg op die doelen zitten en dat moet gehaald worden. Maar het moet ook wel haalbaar zijn. En een heleboel dingen lopen nu gewoon vast. En ik voorzie ook als 2035 verplichting elektrisch vervoer, dat dat allemaal nog steeds niet op orde is. En dan, ik denk dat, voorzitter, want volgens mij is de vraag wel helder. Kijk, als je gaat terugkijken, en ik vind het heel interessant dat mevrouw van der Plas terugkijkt, want daar moet je ook weer van leren om het nu weer beter te doen. En wat je ziet is dat we in al die afgelopen jaren zijn bij de regionale netbeheerders, bij TenneT, bij GasUnie, zijn de investeringsplannen verder opgehoogd. Zag je elke keer weer miljarden erbij komen, meer mensen aangenomen, et cetera. Maar we kunnen de snelheid van de energietransitie hebben we niet kunnen bijbenen de afgelopen jaren. En dan komen we inderdaad op die rode kaart van Nederland, die zowel voor invoeding als voor afname gewoon echt ontzettend knelt. En ik heb nu een landelijke taskforce netcongestie opgezet, die echt hiermee bezig is om te kijken waar kunnen we helpen in het versnellen van vergunningverlening en het realiseren van projecten. Hoe kunnen we die flexibiliteit en afname van de industrie voor elkaar krijgen. Maar ook dan zit het tegen het maximale van het maakbare aan. Daar waarschuwt PBL terecht voor. Dus dat blijft de komende jaren. Ik denk heel eerlijk, als er geen Oekraïne-oorlog was en geen gascrisis was, dan was het onderwerp wat mevrouw van der Plas nu aansnijdt mijn allergrootste hoofdpijndossier. Dat gaat ook niet makkelijk weg. Daar moeten we ook gewoon eerlijk over zijn. We zijn dus wel ook bezig om te kijken hoe we bijvoorbeeld in die stikstofruimte, in de vergunningverlening, in beroep en bezwaar, grond aankopen, et cetera, alles maximaal kunnen versnellen. En de belangrijkste projecten zitten in het meerjarig investeringsprogramma. Daar is het met TenneT gelukt om heel veel tijd weer uit de planningen te persen, zodat die projecten op tijd worden opgeleverd. Maar alleen al in Amsterdam willen ze is ongeveer 4 keer zoveel aan van die kleine onderstations en kasten, et cetera, nodig. En dat kan technisch misschien wel, maar dan heb je ook nog een omgeving die er wat van vindt. Dus het vraagt echt heel veel. Dus we moeten hier de komende tijd zwaar de vinger aan de pols houden. We zullen er alles aan doen, maar of dat het allemaal in 1 keer gaat lukken, die kaart blijft voorlopig echt wel rood. Ja, laatste vraag, mevrouw van der Plas. Ja, maar het is ontzettend veel wat eigenlijk tegen zit. Hè? Want in de coronatijd hadden we natuurlijk al heel erg te maken met een tekort aan materieel. Dat is niet nieuw. Ja. Dat is al sinds 2020. Het tekort aan personeel is ook echt enorm en zal enorm blijven. En dan vind ik het wel lastig dat aan de ene kant, gisteren hoorde ik de fractieleider van de SP zeggen van ja, weet je, een stop op arbeidsmigranten. Maar dat denk ik van ja, maar we willen ook de doelen halen.
willen ook de doelen halen. En we hebben daar wel mensen voor nodig. En als je dan arbeidsmigranten niet wil, dan denk ik van, ja, maar hoe gaan we dat dan doen? Het kan niet allebei. Dank u wel. De minister. Ja, voorzitter, mevrouw van der Plas haalt iemand aan die niet in deze zaal aanwezig is. Dus ik denk dat mevrouw Leijten daarom opstaat. Dus laten we dat even buiten dit debat houden. Maar de arbeidskrachten is wel natuurlijk een van de grote zorgen. En dus hoe kun je meer mensen verleiden om voor baan in de techniek te kiezen? Daarvoor publiceert de minister van EZK binnenkort het Groene Banenactieplan, waar wij met werkgevers volop gaan investeren in het meer opleiden van meer mensen, maar ook mensen langer vasthouden in die energietransitiebanen. En verder zie ik vooral de grootste winst in simpelere vergunningverlening, snellere vergunningverlening, allerlei zaken waar we dus volop mee bezig zijn. Maar we zullen dus met name via dat Nationaal Plan Energiesysteem echt jaar op jaar moeten checken, klopt onze planning nog, gaan we het halen en zo nee, wat betekent dat dan voor de keuzes die we maken? Dus dat moet een normale beleidscyclus worden. Mevrouw Leijten reageerde even op uw opmerking. Mevrouw Leijten. Nou, voorzitter, het is aan u. Net zei mevrouw Van der Plas bij een hele relevante vraag over hoe zijn we nou met dat volle net terechtgekomen dat dat keuzes van links zouden zijn. Nou, volgens mij hebben we de hele tijd kabinet Rutte gehad. Dus dat vond ik al raar. Dat laat u dan passeren. Dat is helemaal geen relevante vraag voor een minister die helemaal niet van links is. En vervolgens gaat het in haar interruptie over iets wat de SP zou hebben gezegd op tv. Dat is toch niet relevant voor de vraag? Ja. Kunt u daar rekening mee houden dat zij vragen stelt aan de minister zonder dat wij ertussen gaan? En ik heb niks aangehaald van JA21 overigens. Maar er moet ook wel inderdaad ook wel wat gezegd kunnen worden. Ik probeer er echt wel scherp op te zijn als het gaat over de persoon of beledigingen. Maar er moet ook wel wat gezegd kunnen worden. De heer Edmans. Nou, mevrouw Leijten trekt het hele debat naar haarzelf toe. Terwijl de rest zich behoorlijk zit erger. In ieder geval in de kant waar ik me bevind. Hier worden gewoon normale vragen gesteld door mevrouw Van der Plas. U trekt alles naar uzelf toe met een grote ergernis en irritatie. Niemand begrijpt waarom. U gilt de helft van de tijd buiten de microfoon om. Begint grote delen van de mensen die hier aanwezig zijn behoorlijk te vervelen. Gedraagt u zich een beetje normaal als de mevrouw Leijten. En probeer niet al uw ergernis ook op de voorzitter af te wentelen. Want die doet gewoon haar best. Net als de minister zijn best doet. En iedereen probeert u op een normale manier met elkaar te praten. Gedraagt u zich een beetje en beheers u zelf. Dank u wel. Dank u wel. Ik stel voor dat we weer verder gaan met het debat. Ik geef het woord aan de minister om verder te gaan met de beantwoord. Anders laten we ook kijken naar het tijdstip. Iedereen heeft nu wat kunnen zeggen. Het woord is nu verder aan de minister weer. Voorzitter, ik ben bijna aan het eind van mijn beantwoording.